vandaag 30 januari 2017. Mijn naam is Chris en dit is natuurlijk het game nieuws. We beginnen vandaag met Square Enix, jawel. Want ja, afgelopen jaar is natuurlijk de nieuwe Deus Ex uitgekomen. En ze hebben in ieder geval nu aangegeven dat zij voorlopig geen heil zien voor een nieuwe Deus Ex. En heeft alles mee te maken dat eigenlijk de game niet zo goed verkocht is tot nu toe. De game heeft hele goede recensies eigenlijk best wel. Maar ja, de game zelf... slaat niet echt helemaal aan, zou ik het zo zeggen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem zelf ook niet gespeeld heb. Maar dat komt natuurlijk omdat ik gewoon YouTube doe. En ik heb heel veel games te doen. De oude Deus Ex heb ik wel gespeeld. En het is ook echt een fantastische game. Helaas voor hun, voor de, in ieder geval degene die dat leuk vinden natuurlijk, Deus Ex. Eventjes niet. En er zijn weer wat nieuwe beelden naar buiten gekomen van de nieuwe Zelda die uitgekomen. Breath of the Wild. De game komt natuurlijk uit op 3 maart. Tegelijkertijd natuurlijk met de nieuwe Nintendo die dan gepland staat natuurlijk. De Nintendo Switch. Komt overigens ook uit op de oudere Nintendo's. Dus ja, mocht jij de Nintendo Switch niet aanschaffen, dan kan je alsnog de nieuwe Zelda aanschaffen op je oudere console. Maar wat me heel erg opviel, hè, is dat de beelden heel erg lijken op Zelda The Wind. De Wind Waker. Zo was het toch? Ja, geloof het wel in ieder geval. In ieder geval een beetje grafisch, qua stijl ook, lijkt het er heel erg op. En dat vind ik een heel goed teken. Dus misschien dat ik wel een nieuwe Nintendo ga aanschaffen. Ik zit er nog heel erg over te twijfelen, want het is toch wel weer een beetje geld natuurlijk. Dus we gaan het gewoon zien. En ik zou zeggen, ben je er nieuwsgierig naar in ieder geval... Check de linkjes in de beschrijving. Er staat een uur gameplay online zonder Japanse gebrabbel er tussendoor. Dus je kan gewoon relaxed er naartoe kijken. En Skate 4. Komt Skate 4 uit? Wie weet. Er is nog niks van bekend, maar er is in ieder geval een tweet naar buiten gebracht. En die zie je nu in beeld. En wordt gehint naar de nieuwe Skate. In ieder geval hashtag Skate 4. Ja, wat moet je ervan denken? We gaan het gewoon zien. Er is nog niks bekend van. Alleen deze tweet. Nog eventjes afwachten. Call of Duty Infinite Warfare. Jawel, ja. Patch 1.08 is uitgekomen. En natuurlijk zijn er weer heel veel dingen veranderd. Onder andere de mission teams kan jij doorlevelen tot level 100. Daarna zijn er nieuwe wapens bijgekomen en dan ook MK2 varianten ervan. En wat was er nog meer? De leaderboards zijn gekomen. Haha, eindelijk. Jawel, leaderboards. Je kan nu gewoon... In elke game mode kan je de leaderboards zien. Beetje laat na 3 maanden, maar oké, het is er eindelijk. En daarnaast kan je ook nog een keertje genieten... Mocht je nog niet gespeeld hebben en nog niet gezien hebben. Van Double XP tot 3 februari. Ja, welke game is de beste game van afgelopen jaar geworden? Jullie moesten in ieder geval een top 5 achterlaten bij de comments. Degene die het dichtst bij zat, die kreeg daar een 10 euro kaart voor. Om in ieder geval een giftcard kreeg je ervoor. 10 euro kun je dus bijschrijven op je Xbox of je PlayStation of je Steam account. Degene die gewonnen hebt. Die moet mij eventjes contact met mij opnemen. Jullie konden zelf jullie top 5 samenstellen. Het moest natuurlijk wel games zijn van 2016. Ik zag ook heel veel games die ouder waren. Ja, helaas, die punten moet ik eruit halen natuurlijk uit de hele lijst. Het was ook best wel veel werk. Het is ook een beetje te laat online gekomen. Sorry daarvoor in ieder geval. Maar het was ook... Ja, ik wist niet precies hoe ik het naar buiten moest brengen, zeg maar. Uiteindelijk dus gewoon in een reguliere aflevering. Heel veel games zijn buiten de boot gevallen. Wat ik toch wel vreemd vond qua games was bijvoorbeeld een Doom, een Dishonored 2, Ratchet & Clank, wat nog meer, Pokémon Go, ook heel erg laag op de lijst, Gears of War heel laag op de lijst en Final Fantasy 15 stond ook behoorlijk laag. Helaas, want ik had er eigenlijk wel, moet ik eerlijk zeggen, wat meer van verwacht. Twee games die net buiten de top 5 zijn gekomen. Ik ga ze toch even noemen, want ik vond het toch wel apart eigenlijk. Watch Dogs 2 is op plekje 7 geëindigd. En Uncharted 4 op plekje 6. En vooral Uncharted had ik zelf al wat hoger ingeschat. Omdat het gewoon echt een toffe, super toffe game is.
Op plek nummer 5 is geëindigd Modern Warfare Remastered. Deze game natuurlijk, ja, wat moet ik meer vertellen erover? Ja, deze remaster natuurlijk van Call of Duty 4. Ja, gewoon natuurlijk een top game. Ik zelf vind hem persoonlijk saai, maar dat komt omdat ik gewoon de oude Call of Duty heb gespeeld. En dan heb ik het wel een beetje weer gezien. Maar ik snap natuurlijk voor de mensen die eigenlijk sinds 2-3 jaar Call of Duty spelen, dat die zeggen van, nou, ik vind het eigenlijk een geweldige game. Dus hij is in ieder geval op plaats nummer 5 geëindigd. Plekje nummer 4, de game Overwatch, jawel, op YouTube slecht bekeken. Paul uploadt natuurlijk wel eens met Nio, die vindt het helemaal te gek om te spelen en zo. Het is ook een hele leuke game, ik speel het ook echt veel te weinig. Maar er zit best wel veel diepgang in en met allerlei karakters waarmee je kan gaan spelen en zo. Ik snap ook best wel dat hij op plek nummer 4 is geëindigd. Op plek nummer 3, jawel, FIFA 17. Deze voetbalgame komt natuurlijk elk jaar uit. En het is ongelooflijk dat ze eigenlijk nog steeds zoveel mensen kunnen triggeren om deze game te kopen. Je zou zeggen van, nou ja, als je 2 keer een FIFA koopt op rij, dan heb je het wel een beetje gezien. Hè? Dan sla je misschien een jaar over. Maar toch kopen heel veel mensen FIFA 17 en wordt ook op YouTube FIFA 17 massaal gekeken. FIFA wordt over het algemeen heel erg goed bekeken op YouTube. Op plek nummer 2. En ik moet je wel eerlijk zeggen, toch best wel een beetje verbaasd erover. Misschien dat hij toch nog op plek nummer 2 gekomen is. Maar hij staat ook wel bijna 50% achter qua punten op de nummer 1. Op plek nummer 2, jawel, Infinite Warfare. Call of Duty is de afgelopen tijd natuurlijk massaal gebashed door heel veel kijkers en ook spelers. En toch staat deze game op plek nummer 2. Ze doen schijnbaar ook iets heel erg goeds mee met de nieuwe Call of Duty. Ik persoonlijk vind het een top Call of Duty. Ik vind het een van de beste Call of Duty's van het afgelopen jaar. En ik vind het ook heel erg jammer dat het soms op YouTube minder wordt bekeken. Maar toch nog een mooie plek voor Infinite Warfare, plek nummer 2. En op nummer 1. Ja, daar is hij dan. Battlefield 1. Ik denk wel dat hij de hype waargemaakt heeft natuurlijk, wat ze gezegd hebben. Lekker een game die in het verleden afspeelt. Ja, wat moet ik er meer over vertellen? Grafisch ziet het er perfect uit. Ik heb het niet voor niks een heel hoog cijfer gegeven in game reviews. Misschien toch een tip naar Call of Duty toe om niet elk jaar een nieuwe kot eruit te brengen. En net zoals Battlefield, gewoon 1 keer per 2 jaar, 1 keer per 3 jaar een nieuwe game uit te brengen. Dus gefeliciteerd! Battlefield 1 op plek nummer 1. En zij zijn dus, ja, de hashtag Game News Award winnaar van het afgelopen jaar. En dan nu de uitslag van de giveaway. Want wie zat er het dichtst bij? Wie had het bijna goed? Er was er een paar die er best wel dichtbij zaten. Maar 1 zat er echt behoorlijk dichtbij. En dat is Jordi Peters. Hij had in ieder geval de nummer 1 goed. En de rest, die top 4, die stond in ieder geval in de top 4 ook. Wat uiteindelijk de winnaars zijn. Dus een terechte winnaar, Jordi Peters. Jij krijgt 10 euro voor jou. Voor, of op je PlayStation, of op je Xbox, of op je Steam account. Laat het eventjes weten via Twitter. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye. Later. We'll be right back.